Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben in Parijs en mijn moeder. En we zijn nu onderweg naar de taxi. En ik denk dat ik jullie gewoon ga meenemen. Ja, door middel van een hele snelle. Ja, hoe zeg je dat, video? Omdat het heel hectisch wordt. Ik heb maar één dagje en ik moet super veel gaan doen en rennen. Dus ja, jullie gaan het allemaal zien. We lopen nu naar Colette. En Colette is zeg maar de winkel waar je alle nieuwe. Ja, alles wat net nieuw is, de coole dingen, die komen daar als eerst. En dat is eigenlijk allemaal leuk. Mijn lievelingswinkel. Dus daar ga ik jullie echt mee naartoe. Ik ben nou dat iedereen me aankijkt in Parijs, want waarschijnlijk kennen ze geen vlog in Parijs. Dus het is echt naar me te kijken. Fuck. Kijk. Ja, heel cool. Nou, ik heb een tasje gekocht, maar dit is niet voor mij, dit is voor Maxime. Die is vrijdag jarig, dus dat ga ik hem geven. En we gaan nu even lunchen, denk ik, ofzo. Ik weet het niet, ik heb best wel druk, ik heb niet gegeten nog vandaag. Ja, wat kan ik zeggen? Paris, fucking leuk. Voor mij of voor jou? Ik ben nu in de Bon Marché en we zijn dus kerstdingen aan het kopen. Echt jongens, het is... Ja... Het is 4 november en we zijn kerstdingen aan het kopen. Dat kan echt niet meer. Oké, okay, ik ben dus nu in de Printemps en ik weet niet of jullie dat kennen van vrouwen, dat ze zeg maar een uur lang bezig zijn met een broek. Dat is dus nu het geval. En daarna gaan we eten bij denk een sushi restaurant. Daar heb ik super veel zin in. En daarna ga ik ook nog... ja, ik slaap bij mijn zus. Dus dan ga ik even mijn spullen ophalen in het hotel, mijn tas en zo. En dan ga ik bij mijn zus stukken, dus daar heb ik best wel zin in. Dan ga ik morgenochtend alweer weg, dus daar heb ik dan weer minder zin in. Maar goed, eerst even eten zo. Nou jongens, ik kom net op het toilet. Dus ik moet daar een plasje doen, maar ik blijf beneden praten, want boven is gewoon druk. Nu ben ik bij Misoko, een sushi restaurantje. En dat is echt mijn lievelings gewoon, echt 100%. En dan ga ik daarna weer tegen jullie praten als ik naar mijn zus ga. Dus laten we maar lopen, hè. Yo jongens, ik heb